Welkom, goedemorgen allemaal. Ook welkom thuis, want we ook kijkers thuis zitten, als het goed is. We gaan het vandaag hebben over uitdruk op maat. Even korte stand van zaken, maar ook even een terugblik als het gaat om de evaluatie die door het IFV is uitgevoerd. Mijn naam is Marco Huisman. Ik zit in de vakraad IB en ik heb uitdruk op maat in mijn portefeuille zitten. En naast me zit Margreet Koops, ze was destijds ook projectleider van het onderzoek evaluatie uitdruk op maat. Nou, wat gaan we vandaag bespreken? Even heel kort, wat is uitdruk op maat? Maar ik denk dat iedereen dat wel weet. Maar toch even een korte terugblik. Even het proces, waar staan we nu? De resultaten van het onderzoek. Van het landelijk kader zoals dat door het IFV is uitgevoerd. Daar zal Margreet verder op ingaan. Ik zal daarna iets vertellen over het voorgestelde bijgestelde kader. Dat is voorgesteld omdat er nog het besluitvormingstraject ingaat. En als het goed is, en we hebben nog ruimte, dan kunnen we nog vragen beantwoorden die hier zijn of die online gesteld worden. Maar nogmaals, we zitten heel strak in de tijd, dus we moeten ook echt 5 voor stoppen, heb ik als opdracht meegekregen. Heel kort, uitdruk op maat, wat was het ook alweer? Het was vanuit de behoefte om te kunnen differentiëren tussen mensen, middelen en risico's / incident. Toen hebben we met elkaar afgesproken dat een maatgevend incident, lees woningbrand, dat we die gaan afhandelen met een TSS, de 6 mensen op de tankautospuit, al dan niet samengesteld, dat mag ook. Hè, dus het mag een TS met 6 personen zijn, maar het mag ook 2 eenheden zijn. Bijvoorbeeld een TS4 of 2 TS4 of... Je zag van alles in Nederland, maar daar komt Margreet zo wel verder op in. Nou, en met kleinere incidenten mocht dat dan minder zijn dan TSS. Mag ook met een TSS zijn, maar het mag ook minder. Nou, dat was wat we toen hebben afgesproken. Nou, dus een heel kader over vastgesteld met allerlei regels. Nou, even het proces. Dat zal ik in de presentatie af en toe terug laten komen. In 2014 alweer heeft het VB het... Veiligheidsberaad, het huidige landelijk kader vastgesteld. In 2020, dus vorig jaar, is het evaluatierapport van het IFV opgesteld. Nou, en daar wil ik Margreet nu even het woord voor geven. Margreet. Ja, het is alweer een tijd geleden voor mij dat ik met het onderwerp bezig ben geweest. In mei dus... in 2020 opgeleverd, maar het onderzoek zelf hebben wij eigenlijk in 2019 uitgevoerd. Dus ik wil jullie eigenlijk meenemen met hoe wij het onderzoek hebben gedaan en ook een paar resultaten. Maar die resultaten zijn dus alweer inmiddels van 2 jaar geleden. Wij kregen de vraag om 5 jaar nadat het landelijk kader was ingevoerd de evaluatie te doen. Om eens te kijken van hoe wordt het landelijk kader nu in de praktijk uitgevoerd. Is het ook ondersteunend genoeg? En dus biedt het al voldoende aanknopingspunt om uitdruk op maat goed in te kunnen richten? En daarnaast hebben we dus ook die behoeftepeiling gedaan van zijn er nog dingen die aangepast zouden moeten worden in het landelijk kader? We hebben daarvoor, het kader zelf bestaat uit een aantal uitgangspunten en aan de hand van die uitgangspunten hebben wij een toetsingskader een toetsingsinstrument ontwikkeld. Dat voor een deel bestond het uit een vragenlijst, die hebben wij aan alle regio's gestuurd en die is ook ingevuld door alle regio's. En op basis daarvan hebben we eigenlijk best al veel informatie verzameld. En daarnaast zijn we bij alle regio's langsgegaan die met uitdruk een variant van uitdruk op maat in de praktijk toepasten. En hebben we diepte-interviews meegehouden. En met het netwerk, netwerk Meldkamerdomein, de VBV en de vakbonden. Nou, wat wij zagen is dat er eigenlijk het idee bestond dat er heel veel verschillende varianten waren van uitdruk op maat. Maar globaal gezien viel het eigenlijk best wel mee. De belangrijkste variant zijn eigenlijk die TS4. Hè, dus dat er 4 mensen, een speciaal voertuig met 4 mensen op het voertuig. Maar wat we ook veel zagen was de TS Flex. Of tenminste wat wij een TS Flex noemen. Maar in de regio's heeft dat verschillende namen gekregen.
En dat is een voertuig die, of gewoon ja, een standaard tankautospuit, die soms met 6 uitrukt, soms met 4 en soms met 5. En nou ja, dus dat zagen we vooral. Ook hebben we een aantal regio's gezien die een snel interventievoertuig met 2 personen hadden. En ik weet niet of dat nu nog steeds is, maar ik had wel begrepen dat er inmiddels ook alweer regio's zijn die daar weer van afgestapt zijn. En ja, eigenlijk wat we zien is dat bijna alle regio's, behalve 2 op dat moment, een variant hadden toegepast. Nou goed, we hebben dus gekeken aan de hand van die uitgangspunten, hoe wordt het nou in de praktijk toegepast en wordt het ook gevolgd? En nou ja, om met een positief punt te beginnen, er is een intentie om het landelijk kader te volgen. En ook de meeste regio's volgden ook wel de meeste uitgangspunten uit het landelijk kader. Alleen niet aan alle uitgangspunten kon worden voldaan, of tenminste, dat kon gewoon in de praktijk niet uitgevoerd worden. Dus wij zagen een aantal afwijkingen en ik zal de belangrijkste hier benoemen. De eerste heeft te maken met opschalen. Het landelijk kader, maar ook andere regels die daarvoor gelden, die zeggen dat er moet opgeschaald worden met een voertuig met 6 personen op, met 6 personen op het voertuig. Maar wat wij zagen in de praktijk is dat ja, de helft van de regio's het ook toestaat om met een TS4 uit te rukken als er wordt opgeschaald. Een ander punt, of ja, en dat had vooral te maken met paraatheidsproblematiek. Dat was de belangrijkste reden, want we hebben ook gekeken van nou ja, wat is dan de reden waarom er afgeweken wordt. Het tweede punt is de offensieve binneninzet. Nou, bij een woningbrand, het maatscenario, is het is in het landelijk kader gesteld dat daar dus tenminste een TS6 naartoe moet. En wat wij zagen in de praktijk is dat een binneninzet al begonnen werd op het moment dat het eerste voertuig te plaatsen was. Dus als er nog maar 4 mensen op het incident of op plaats van incident aanwezig was. Dus nog voordat het tweede voertuig daar was. En vaak werd dan ook het hele incident ook wel door het eerste voertuig afgehandeld. En kwam het tweede voertuig helemaal niet ter plaatse. Een ander punt waar we een afwijking in zagen was het maatscenario of het maatgevend scenario. Het landelijk kader ging uit van, van een woningbrand, maar in de meeste regio's is dat verbreed naar een gebouwbrand. En dat heeft te maken met de informatie die je hebt op het moment van de melding. Vaak is dan nog niet duidelijk dat het, of het om een woningbrand gaat of om een ander type gebouwbrand. En daarom is het allemaal gelijk getrokken naar gebouwbrand. Nou, het laatste punt waar ik op in wil gaan van de afwijkingen, dat heeft te maken met de opkomsttijden. Om te bepalen of je binnen de normtijd aanwezig bent, ja, moet de opkomsttijd geregistreerd worden. En dan gaat het om de opkomsttijd van een TS6. Maar wat wij zien is dat de regio's het eerste voertuig dat aankomt registreren. En dat kan ook een TS4 zijn als er uitgerukt wordt met een uitruk op maat voertuig. En eigenlijk zou je dan het tweede voertuig moeten nemen. Maar wat wij ook uit de gesprekken met het meldkamerdomein merkten, is dat het GMS-systeem eigenlijk daar helemaal niet op is ingericht. Dus je kunt op basis van de informatie die nu beschikbaar is, helemaal niet vaststellen of het eerste voertuig een TS6 was of dat er minder mensen op het voertuig zaten. Nou, tenslotte de behoeftepeiling. Nou, wat wij zagen is dat de uitruk op maat, of het landelijk kader, vooral werd toegepast om de problemen in de paraatheid, of ja, de paraatheidsproblematiek op te kunnen lossen. En daar is eigenlijk het landelijk kader helemaal niet op ingesteld. Hè. Dus het idee, het was wel daarvoor toepasbaar, maar het was niet het hoofddoel van het landelijk kader om daar een oplossing voor te bieden. En daardoor kunnen dus ook een aantal uitgangspunten helemaal niet uitgevoerd worden. Wat we ook zagen is dat er een sterke behoefte is aan een opleiding voor uitruk op maat. En dat er dus ondersteuning gewenst is in landelijk les en leerstof. Nou, zoals ik al zei, we hebben ook met de VBV en de vakbonden gesproken. En zij zien ook de problemen die er zijn met de uitruk op maat. Maar ze zien ook wel het positieve eraan, dat je dus eigenlijk
ondanks dat je paraatheidsproblemen hebt, toch snel ter plaatse kunt zijn met een voertuig met een bemanning van 4 personen. Maar ze maken zich zorgen over de veiligheid van het personeel. En die zorgen zagen we ook wel vanuit de regio. En wat ze verder nog aangaven is dat ze eigenlijk het landelijk kader willen zien in samenhang met allerlei andere ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, gebiedsgerichte opkomsttijden en, even kijken wat, en de visie op grootschalig optreden. En verder, zowel de regio's als de vakbonden als de VBV gaven aan dat er ook wel ruimte moest zijn voor maatwerk en flexibiliteit. Tot zover. Tot zover, ja. Dat is een heel dik verhaal. Een heel verhaal, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, allemaal na te lezen. Hè? Zeker, ja. Ja. Oké, dankjewel, Margreet. Even kort een proces verder. Nadat het rapport is verschenen, het was dus in mei 2020, is het in RCDV behandeld. En daar is een besluit genomen om dat verder op te pakken. Maar dat wel in 2 fases te doen. Of 2 opgaves. Waarbij opgave 1 een soort snelle reparatie is. Een soort quick fix. Zaken in lijn brengen. Zaken eruit halen die niet meer van toepassing zijn. En opgave 2 is een fase waar meer tijd voor genomen kan worden. Ik kom zo nog wel even terug wat exact die verschillen zijn tussen die 2 opgaves. Nou, en dat heeft in ieder geval geleid tot een opdrachtformulering in maart dit jaar aan de vakraad IB. Om in ieder geval opgave 1 uit te werken. En dat heeft de vakraad opgepakt middels een projectteam. En daar kom ik zo meteen nog wel even weer verder terug. Dat is even het proces. Wat is dan het verschil tussen die 2 opgaves? Nou, wat de SNDV heeft gemaakt is in ieder geval die opgave 1 een snelle reparatie, zoals ik aangaf. Echt een opschoning van het kader, zo moet je het even zien. Geen grote fundamentele inhoudelijke wijzigingen of aanpassingen van het maatscenario of wat dan ook, want daar was gewoon de tijd niet voor. Maar we zagen wel dat het kader heel uitgebreid was en dat het niet helemaal meer up-to-date was. In ieder geval, veiligheidsborging was erin belangrijk en blijft belangrijk. En ruimte voor lokale flexibiliteit. Nou, en opgave 2, wat dan goed starten, is dus wat fundamenteler en inhoudelijker van aard. En gaat ook over de verbinding van uitdruk op maat met andere programma's en projecten in de landen. Of brandweerkundige uitgangspunten. Je kunt denken aan GBO, gebiedsgerichte opkomsttijden, taakdifferentiatie. Maar ook wijziging van het maatscenario. Want nu staat dat nog steeds op woningbrand. Of verbreding van andere type incidenten dan brand. Maar dat is dus opgave 2. Nou, die opgave 1, dus die snelle reparatie noem ik maar even, of die opschoningsactie, die is wel projectmatig aangepakt met een projectteam. En vertegenwoordiging vanuit de 6 districten in Nederland. Hè. In elk district zitten een aantal veiligheidsregio's en de districtsvertegenwoordiger zat in het projectteam. En daarnaast was de lector brandweerkunde ook niet aangesloten in het team, maar adviseerde wel op de verschillende conceptuitkomsten van opgave 1. Dus dat is Ricardo, wel bekend denk ik bij iedereen. Nou. Toen zijn we gaan... schrappen klinkt wat, wat positief bedoeld. We hebben echt gekeken van, wat staat er nou allemaal in? Best wel veel kaderregels. En kan dat niet korter of efficiënter? We zijn uiteindelijk van 20 naar 3 kaderregels gegaan. En hoe hebben we dat dan gedaan? We hebben eigenlijk algemeen geldende normen weggelaten. Bijvoorbeeld verwijzingen naar RINE's en zaken. Ja, een RINE moet je eigenlijk altijd opstellen. Dat is niet specifiek voor uitdruk op maat. Hè? Dus dat is... voegt niet iets toe om dat expliciet op te nemen in je kader. De TS4 hebben we de TS-flex genoemd, waarbij de TS-flex-definitie is alles vanaf TS4, dus TS4 of TS5. Dus de SIF 2, staat hier niet meer expliciet in. Dat wil niet zeggen dat het niet mag, maar we hebben in ieder geval verondersteld dat we daar niet meer landelijk expliciet kaders op willen stellen. De behoefte was er ook niet.
En als regio's daar toch verder mee willen, dan kunnen ze natuurlijk daar zelf invulling aan geven. Maar niet vanuit het landelijke kader in ieder geval. Nou, wat ik net al aangeef, door te verwijzen naar gebiedsgerichte opkomsttijden of allerlei projecten of programma's, kun je ook nog heel veel zaken eruit halen. Want er stonden ook een aantal aspecten in wat Margreet ook zei over normen wat betreft opkomsttijden. Die hebben we daar niet meer genoemd, want we vinden dat die horen elders in opgenomen te worden. Ook als het gaat om de opschaling, verwijzing naar GBO, want in de GBO staat ook al een kader benoemd. En zo voorkom je A-dubbelingen, maar je voorkomt ook dat je elkaar gaat tegenspreken in verschillende documenten. Want dat zagen we eigenlijk ook al. Het ene document stond A en het tweede document stond B. Nou, en als je dat zeg maar doorvoert, dan kun je heel veel regels schrappen. En kom je eigenlijk, althans wij kwamen, tot 3 kaders. Maar nogmaals even vanuit de quick fix, hè. Wat dat bijgestelde landelijk kader, dat blijft natuurlijk op hoofdlijnen gewoon hetzelfde. In basis nog steeds die TSS voor het maatgevend incident. Dat het nou blijft nog steeds die woningbrand. We hebben wel gezien dat die her en der ook wel eens verbreed naar andere type branden. Margreet noemde dit al de gebouwbrand. Maar we vonden in ieder geval in deze fase dat er nog even wat fundamentele onderzoek naar gedaan moet worden. Om te kijken van oké, hoe onderbouw je dat dan? Naar andere type incidenten. Dus voor nu blijft het gewoon nog even woningbrand als maatscenario in fase 1. En we hebben ook expliciet opgenomen dat bij dat maatgevend scenario die TS6 wel wordt gealarmeerd, maar dat je best wel kunt optreden als je met een TS4 ter plaatse bent en de rest moet nog aankomen rijden. Dat wil niet zeggen dat je alleen maar voorbereidende handelingen hoeft te verrichten, maar je kunt best wel in bepaalde situaties een binnenaanval doen. Bijvoorbeeld een keukenbrand of iets dergelijks. Dat gebeurt ook gewoon in de landen. Dus niemand die buiten blijft wachten bij een keukenbrand. Nou, dat hebben we dus wat extra explicieter beschreven, zeg maar, in dit kader. Dus in de fundamenten verandert niet zoveel. Alleen we hebben wel wat explicieter geschreven van wat kun je nou precies. Nou, en wat je met een TS4 kan of met een TS6 kan, is in de basis niet anders als het gaat om afweging. Je kijkt gewoon, wat is de taak? Welke mensen, middelen heb ik en wat kan ik wel en wat kan ik niet? En ik schaal op in die mogelijk. Dat is bij een TS6 niet anders dan bij een TS4 of een TS18 of hoe je het ook allemaal wil noemen. Hè? Het gaat om het bepalen van je risico's en kijken wat kan wel, wat kan niet. En heb ik dan voldoende capaciteit? Zo niet, schaal ik op. Nou, die modulaire samenstelling, dat is ook nog steeds mogelijk uiteraard. En we hebben expliciet een opdracht gegeven op die opdracht. Die gaat er komen richting IFV Brandweeracademie om ook in de les- en leerstof wat expliciete aandacht te geven aan die TS Flex. Dus leren om te gaan met een TS4 bijvoorbeeld. Dus vanaf TS4, wat kan ik wel, wat kan ik niet, hoe bepaal ik dat dan? Om dat wat expliciete aandacht te geven. Nou. Hoe is dat dan verder in het proces opgepakt? Nou, dat projectteam heeft dat bijgestelde kader opgeleverd. In juni is dat in de vakraad IB geweest. Die heeft daarmee ingestemd. Vervolgens is het geagendeerd voor de RCDV afgelopen september. Die heeft dat ook vastgesteld. En dat betekent dat het nu richting Veiligheidsberaad gaat. En volgens mij is dat geagendeerd ergens in december, 10 december, dacht ik zo uit mijn hoofd. Dus dan komt het daar op de agenda. Nou, en daarnaast, parallel daaraan, zal er een opdracht komen aan het IFV als het gaat om de inzet van die TS Flex. Maar dat moeten we nog wel even verder uitwerken. Nou, en dan zal ergens dit jaar, begin volgend jaar, gestart worden met opgave 2. Die dus wat fundamenteler en inhoudelijker van aard is en kan zijn, omdat er ook meer tijd en ruimte voor is. En dan ben ik eigenlijk door mijn sheets heen. En is er ruimte? Volgens mij nog. Het is nu 15:15. We hebben volgens mij tot 16:55. Ik kijk even naar. Ja, tot 16:55. Dus zijn er vragen hier of online? Hè? Dat kan ook, hè? Online niet. Oh, nou, kijk. De vragen kunnen altijd ook nog gesteld worden aan een van ons via e-mail, telefonisch, WhatsApp. Facebook, heb je Facebook? Geen ja, Facebook, nou ja, nee. Alles kan. Ja, maar de leer opgave 2 gaan beginnen, is dan het bestaande kader, het vertrekpunt, en blijft het vertrekpunt, of kan het ook zijn dat daar een teruggegeven? Want dat is natuurlijk voor de werkgeversregel wel belangrijk om te weten wat daar het uitgangspunt bij is.
bij de uitwerking van opgave 2. Ja. Of dat, oké, je vraag is van bij de uitwerking van opgave 2, welk kader dan leidend is? Ja, we hebben nog een beetje stel kader. Ja. Dan kun je als vertrekpunt nemen, dan is dat een betonpivot en dat is de basis voor de verdere uitwerking. Of kan er gaan zijn dat in de verdere uitwerking ook weer teruggebreken wordt naar een bijgesteld kader en dat daar aanpassingen in plaatsvinden? Nou, de intentie is dat het bijgestelde kader het oude kader vervangt. Dus dat is het nieuwe vertrekpunt ook. En het bijgestelde kader is heel algemeen verwoord. Het bevat ook een beperkt aantal voorwaarden nog. Dus daar kun je ook alle kanten weer mee op. Hè? En in die fase 2 gaat het echt ook even over een verbreding. Een ander type scenario's, want nu is het heel erg gericht op brand. En het is ook heel erg gericht op het verbinden met andere projecten en programma's. Maar in die zin is het bijgestelde kader het vertrekpunt. Ja. Nog andere vragen? Ja, een vraag van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja. Geen brandweerachtergrond, zal ik zeggen. Maar het is altijd een onderwerp wat best wel in de Kamer altijd aan de orde komt. Hè? De evaluatie, wat je niet gaat kijken. En nu is op een of andere manier toch nog een bepaalde manier van onvrede bij de vakbonden over het verschil tussen de oude en nieuwe kader en de veiligheid. Kan je daar iets over zeggen? Of is dat... Wat is jouw gevoel daarbij? Kijk, wat belangrijk is, is dat we zeg maar na het onderzoeksrapport van het IFV hebben geconstateerd dat we dingen moeten veranderen of aanpassen of aanscherpen. Dus die opdracht die is ook verleend. Alleen men heeft geknipt in twee opgaves. Die opgave 1, dat is echt een eenvoudige reparatie. En opgave 2 is wat fundamentele van aard. En ik denk met name bij de uitwerking van opgave 2, dat daar vakorganisaties expliciet bij betrokken moeten worden. Dus dat zit in het vervolg? Ja, dat zit veel meer... De inspectie had ook een soort van onderzoek gedaan, naar aanleiding van het volgende van de expliciet bij brandweerzorg. Dat was relatief positief ten aanzien van uit de formaat, ten aanzien van alle verplichte RINE's en dergelijke. Ja. Positief. De evaluatiegevoel was weer wat kritisch, hè, op basis van die registratie waar jij het ook over eens. Ja. Ja. Dan nu nog steeds, is nou alles straks getackled met die opgave 2, blijven dan dingen bezwaren over. Nou ja, die opgave 2 moet nog starten. Dat moeten we ook nog organiseren. En daar zal ook de vakorganisaties expliciet bij betrokken kunnen worden. En de vraag is nog even, die vraag staat volgens mij nu ook uit, van hoe ze daarin betrokken willen worden. En die opgave 2 is ook veel fundamenteler van aard. En we zien in die opgave 2 ook eigenlijk de koppeling met gebiedsgerichte opkomsttijden. Dat bij gebiedsgerichte opkomsttijden is die een beetje buiten de schouder bepaald. Ja. Zit dat daar dan wel expliciet in genoemd? Ja, juist. Juist die verbinding zeg maar, met andere programma's en projecten is echt een onderdeel van die fase 2. Ja. En ook die verdieping daarvan en die verbreding daarvan naar andere type scenario's. En voor opgave 2 nemen we ook meer tijd en ruimte. Omdat wat beter uit te zoeken vraagt ook meer. Ja. Dat vraagt op zichzelf niet om een aanpassing van het besluit op de linies. Want als bij de geschriften opkomststijden natuurlijk wel aan de orde. En dan gaan we het besluit aanpassen voor de opkomststijden. Nou ja, dan weet je nooit hè, wat je moet doen. Hè. Dat hangt een beetje af wat de uitkomst is van fase 2. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat uitdruk op maat ook in andere programma's en projecten een explicietere positie krijgt. Dus wat je denk ik moet voorkomen is dat je bijvoorbeeld als het gaat om opkomsttijden in een separaat kader van uitdruk op maat iets opneemt over opkomsttijden en daarnaast een heel document over gebiedsgerichte opkomsttijden hebt, of ook een separaat kader, dat ook nog eens een keer expliciet staat genoemd. Ja. Dus je moet die dubbelingen zien te voorkomen. En dat hebben we bijvoorbeeld in die fase 1-slag ook wat explicieter gedaan. Want we zagen gewoon dat er dubbelingen waren in verschillende kaders. Of... Maar uiteindelijk komt dat toch in dat dekkingsplan, tot uiting wordt gebracht, toch? In het dekkingsplan, dus in feite. Ik vind het jammer dat dat dekkingsplan niet de volledige capaciteitsplan is eigenlijk, ook voor je grootschalige optreden. Ja, maar dat komt in het nieuwe dekkingsplan. Hè? Dat gaat niet alleen maar over de tijden, maar dat gaat ook over die opschaling. En daar zou je uitdruk op maat ook expliciet in op moeten nemen. Ja, het interessante is volgens mij daarvoor, fijn dat het ministerie er is, een kleine informatie van de wet. Op
lopen bedrijven die hoeven. En daar zijn nu allerlei regels opgenomen waar de brandweer zich aan moet voldoen. Ja. Er is een vraag aan het veld om die wet minder gedetailleerd te maken, ook op dit onderdeel. En want bijvoorbeeld waar het hier om gaat, de T-spier mag nu niet gelden als opkomst incidentkaalspuit bij een maatregelen scenario, ja. Waar die 85% van de gevallen waarschijnlijk een incident voor is eentje komen van afhandelen. Ja. Dat is ook weer de link dan naar gebiedsgebonden opkomsttijden. En dat is een nieuw model. Tijdens de Wieshout zei het al hetzelfde van, wat is het nou eigenlijk voor gezien? Maar dat kun je met een positief bril of met een hele kritische bril naar kijken wat er nu precies gebeurt. Maar de kernvraag is volgens mij wel van hoe ga je dit nu ook weer verbinden aan de evaluatie van de wet? Want als we straks een nieuwe wet krijgen waarin gewoon hard staat opgeschreven, u zult altijd met 6 personen aankomen. Dan is het, dan kun je wel zeggen van ja, ik verwijs naar gebiedsgebonden opkomsttijden, maar kom je daar ook niet zo tegen. Ja. Dus het is wel belangrijk dat dit onderwerp, denk ik, ja. Want ik zag het niet in het lijstje staan, maar de evaluatie van de wet, dat deel 2 ook daar aangekomen wordt. Ja. Ja. Ja, het is een beetje niet gedetailleerd. Aan de andere kant zijn er ook dingen juist die wel ontbreken. Want natuurlijk, als je kijkt naar de wet, is het natuurlijk relatief beperkt tot de factor snelheid eigenlijk. Dus waar je veel meer toe wil naar ook capaciteit, slagkracht, hè? Het bekende verhaal van welke eisen stel je daar aan vast. Maar ja, je zit hier niet bij de sessie gebiedsgericht opgesteld, maar dat speelt daar natuurlijk ook. Ja. Nou, ik denk dat het grote verschil ook met het oude kader en het nieuwe voorstel eigenlijk wat daar ligt, is dat het oude kader heel erg gedetailleerd was en ook heel erg uitgewerkt, laat maar zeggen, van hoe het allemaal zou moeten. En dat het nu meer richting prestaties opgesteld is. En dat je dus ook in de regio zelf die flexibiliteit hebt van hoe je het dan gaat inrichten, zolang je maar die prestaties haalt. En dat was ook wel een beetje het gebrek aan het oude kader. Dat het gewoon te strak, en alle onderwerpen zaten in dat kader en ook te strak georganiseerd, of geregeld eigenlijk. Ja. Is dit de nieuwe ondergrens in het verlengde van deze discussie, vanuit de zoektocht, uiterlijk op maat? Wat doen wij bestuurlijk uitstralen? Waarom zijn we dit proces... Waarom hebben we dit proces in gang gezet in het verleden? Versus, waar ligt onze ondergrens? En welk proces bedoel je in gang gezet? Het proces van het vaststellen van de uitdruk op maat destijds in 2014? Waarom dat was? Nou ja, dat was destijds bedoeld om te kunnen differentiëren in mensen en middelen ten opzichte van het risico. Dat was de basis destijds. Nou, dat stond toen ook expliciet in opgenomen dat het niet gebruikt of misbruikt mag worden. Het is maar hoe je dat wil beschrijven. Ten behoeve van bezuinigingen. Hè? Dus uitdrukmaat is echt bedoeld als differentiëren van mensen en middelen ten opzichte van het risico op het scenario. De praktijk blijkt dat uitdrukmaat ook wordt toegepast daar waar te weinig mensen zijn op enig moment in de post. Hè? Dat is dan niet zozeer expliciet een bezuinigingsmaatregel, maar gewoon een feit en omstandigheden van een post met minder bezetting. En wat doe je dan? Nou ja, dan kun je het ook zo inzetten. Wat wij uit die interviews eigenlijk wel zagen, is dat de keuze was of we gaan met 4 mensen uitdrukken, of we gaan een post on hold zetten die gewoon helemaal niet meer uitgerukt kan worden. En daar kun je het natuurlijk over hebben. Wat is beter? Maar ja. Is wat stralen we met uitdrukken op maat ook richting politiek uit? En wat is daar de boodschap? Wat is daar de boodschap bij? Daar ben ik even naar toe. Als je dit zwakpunt neerzet, is het gewoon de TSV'ers ondergaat. Ja. Dat is wat hier gezegd wordt. Van de andere kant hoor ik jou ook zeggen: ja, er is wel weer ruimte. Maar ja, dat is weer de vraag. Of als je kijkt in de wet, het bestuur kan natuurlijk een afwijkend besluit nemen. Hebben we altijd wat in onze rekeningsplannen ook. Is dat een bestuurlijke keuze? Volgens mij waar jij naar op zoek bent van wat is straks nog die ruimte van het bestuur om te kunnen afwijken. Ja, volgens mij die duiding daaraan, die zit hier niet in eigenlijk. Wat wel belangrijk is, dat het gaat gebiedsgericht opkomst zijn, maar ook voor dus dat je, we hebben een aantal voorwaarden voordat we het willen gaan opnemen in de besluiten. Dat heeft te maken ook met de bestuurlijke transparantie. Leg gewoon uit waar iets is. Ook die volledige registratie, erg belangrijk, van alle opkomende voertuigen. Waarbij je dus ziet inderdaad bij een gecombineerde voertuigen, twee naar vier erbij,
wanneer wat is aangekomen. Dat inzichtelijk maken, ook bestuurlijk, dat maakt je verhaal ook sterker. En ook richting het bestuur uiteindelijk. Dus ook tegen die informatie ligt ook, dat er ook weer is informeren waar je over ziet dat je bepaalde tijden niet gaat halen, buiten de 15, 18 minuten geweest, in uitzonderlijke gevallen. Kijk wat risico's, beperkte maatregelen zijn, informeer bedrijven, burgers, daar realistisch over. Dus er zitten een aantal randvoorwaarden waarvan wij zeggen, nou, dan kan het concept van gedienstgerichte opkomsttijden, dat we het vaak gewoon opnemen in regelgeving. Ja. Maar ja, het is nog wel even... Onze huidige systeem is een lange uitdaging, want we kunnen dat wel heel makkelijk cijfer maken. En met onze huidige meldkamer systeem, dat is wel heel lang gesproken, en ook op aan de landelijke meldkamer toe. Maar het systeem moet er wel ondersteunen. Wat ook belangrijk is, die uniforme werkwijze. Dat is ook iets waar we continu benadrukken. Ook voor de inspectie om te kunnen toetsen van hoe loopt het. Maar ook gewoon die regionale differentiatie heb je gewoon. Of het nou verschil tussen Drenthe en Rotterdam, dat is evident. Ook op dit dossier. Maar ja, maak het in ieder geval inzichtelijk. Oké, ik krijg een opdracht dat we moeten afsluiten. Hè? Want het gaat op... Maar het is heel interessant. Ja. We zijn ook live, dus van de deelnemers thuis is heel veel. Oké. Bedankt en ook bedankt thuis. Dank.